Ja, ja, we staan hier in Borsweer en de Schepperbuurt 53 en daar is de stichting Bikers for Animals gevestigd. Ik praat met de eigenaar. Stel je even voor als je wil. Nou, ik ben René en ik woon in Borsweer en wij vangen hier dieren op die gedumpt zijn of verwaarloosd zijn. En dat doen we nu ruim een jaar. En dat breidt zich wel steeds uit. En dat doe ik samen met mijn vrouw Yvonne. Wat is de reden dat mensen de dieren dumpen? Want daar heb je eigenlijk toch helemaal geen voorstelling van. Ja, ik weet natuurlijk niet wat de reden is. Maar in vele gevallen zal het toch de tijd zijn die men ervoor nodig is. En een dier die kost uiteindelijk ook gewoon geld. Zeker als zij naar de dierenarts moeten. Dan die rekeningen die liggen er in de meeste gevallen niet om. En de heel veel dieren die wij hier binnenkrijgen, die zijn zelfs ook wel ziek. Of die hebben een verwonding of een ontsteking, noem maar op. Dus die moeten naar de dierenarts en dat kost heel veel geld. Mensen die maken, denk ik dan, bewust een keuze voor een huisdier. En dan om wat voor redenen is het in één keer over? Dat is dan niet voor te stellen. Nee, wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar de mensen vooral in de coronatijd, mensen waren veel meer thuis en die wouden wat gezelschap en dat vonden ze dan in een dier. En de corona is, mensen hoeven in elk geval niet meer binnen te zitten en kunnen weer op pad. En dan zien ze het dier meer als last, denk ik, als gezelschap. En dat zal denk ik de grootste reden zijn om dieren weer op straat te dumpen. Ja, mensen die moeten eigenlijk geld toegeven om als je een hond of een kat of wat ook dumpt, dan zouden jullie eigenlijk gewoon daar geld voor moeten vragen. In principe wel, alleen meestal zijn de daders liggen meestal op kerkhof. Ja. Wat wij wel heel veel doen is dat we marktplaatsen in de gaten houden. Veel van die dieren worden ook wel aangeboden op marktplaats. En heel af en toe dan hebben we een hit. Dan krijgen wij via de dierenambulance dieren binnen en die staan nog op marktplaats. En, dan gaan we daar wel even een bezoekje afleggen. Ja. Hoe kunnen jullie het financieel redden? Want dieren opvangen, dat is leuk. Maar het kost geld, dat heb je zelf net ook al aangegeven. Worden jullie gesubsidieerd of wat ook? Nee, wij zijn niet aangesloten bij een dierenlot of bij een dierenbescherming. De hoofd... vestiging van Bikers for Animals wil dat eigenlijk niet, want dan moeten ze ook gewoon meelopen in de eisen die zij daaraan stellen. En dat kan niet altijd, zeker niet als je honden uit de broodvok haalt. Dat is een duister wereldje, dus dat kan niet altijd volgens de regeltjes. Wij halen het geld uit donaties, wij zamelen lege flessen in, we hebben her en der doneerbussen staan bij cafetaria's, winkels. En sommige mensen die zijn ons goed gezind en die geven af en toe eens een keer wat centen. En zo redden wij het. En zelf een hoop eigen geld gaat er ook in zitten. En tijd. Ja, en de liefde die je ervoor hebt, want daar moet je het over hebben, anders kun je daar niet aan beginnen. Absoluut niet. Want je bent 24 uur per dag weer ermee bezig. 7 dagen in de week. 'S Morgens, wij werken allebei. Mijn vrouw die werkt 3 dagen in de week, ik 5 dagen in de week. Ja, voordat we aan het werk gaan, worden eerst alle dieren verzorgd. En als we thuis zijn, dan gaan we daarmee verder. En in de weekenden, dan doen we de grote ronde qua schoonmaken en andere dingen. Bouwen van hokken, noem het maar op. Ja. Komen mensen ook nog bij jullie aankloppen dat ze toch een dier omhalen? Dat gebeurt. Kijk, als er via de dierenambulance vogels binnenkomen, en dan geen wilde vogels, maar gewoon siervogels, een papegaai, noem maar wat, die komen hier meestal ook. Die vangen wij dan gewoon in huis op en die worden dan wel opgehaald als ze vermist zijn. Er zijn ook vogels die worden nooit opgehaald. Wat een laatste toevallig, zat ik toen ook zelf op de dierenambulance, moesten een papegaai ophalen. Die was bij mensen aankomen vliegen. En die is 2 dagen bij ons geweest en die man die had hem ook als vermist opgegeven. En die kwam op de maandag kwam die zijn papegaai weer overhalen. Dus dat gebeurt wel. Maar konijnen, dat is ons nog nooit gebeurd, dat hier een konijn weer opgehaald zou worden. Maar heeft die man van die papegaai
jullie nog een beloning gegeven? Of zei hij van, nou bedankt en tot ziens maar weer? Nou, we hebben samen een koffie gedronken. We hebben een leuk gesprek gehad, maar daar bleef het ook bij, inderdaad. Maar goed, ja, nou ja, goed. Dus wij kunnen dat niet opleggen, dus dat doen we ook niet. Nee. Hoe kunnen mensen jullie doneren? Want dat is wel belangrijk om te weten. Nou, we hebben een eigen bankrekeningnummer als stichting zijnde. Daar kunnen mensen natuurlijk op doneren. En waar we ook altijd gewoon heel blij mee zijn, is dat mensen een statiegeldversen inleveren. Die leveren wij dan weer in. En dat statiegeld gebruiken we weer voor voeren, ja, hooi, stro, noem maar op. En er zijn diverse winkels in Delfzijl en Appingedam waar donerenbussen staan. Dat staat ook wel op onze Facebookpagina. Ja. Boeren hier in de omgeving, die doneren geen stro? Of ja, je zijn toch boeren genoeg in de buurt die stro hebben, denk ik? Nee. Wij kopen een stro en we kopen het hooi zelf. Wij vragen er ook niet om, misschien dat ook de reden is, maar ja, wij kopen dat allemaal zelf. Er zijn wel mensen, bedrijven, ook een boer hier in het dorp, daar hebben we een grote aardappelkist van gekregen. Als hij hout heeft, boomstammen, dan krijgen we dat ook van hem. Hun lege flessen leveren ze hier allemaal in. Dus ja, daar wil ik niet negatief over zijn. Nee. Ja, jullie zijn eraan begonnen. Maar wanneer stopt het? Geen idee. Het wordt alleen maar meer. Dus het stopt voorlopig niet. Nee. Je zei net al, je werkt 5 dagen fulltime. Dus ja, er is ook weinig kans om te stoppen. En de dieren hebben het nodig. De dieren zijn het absoluut nodig. Ja. Ja, wij merken gewoon, wij dachten van toen we ermee begonnen. Van, nou ja, goed, we hadden een klein hokje. En daar kunnen we wel mee doen. Nou ja, goed, wij breiden nog steeds uit. En we hadden een paar maanden geleden zeiden tegen elkaar, nou dit is het wel en het is nou klaar. Maar goed, inmiddels zijn er alweer meerdere hokken. Zelfs vandaag is er nog een groot hok bijgekomen. Omdat we gewoon die ruimte nodig zijn. Ja. Nou, ik wil jullie heel veel succes wensen. We kijken onze ogen uit hier qua ruimte wat je hebt. En qua opvang, het is allemaal keurig netjes verzorgd. Keurig netjes allemaal in de hokken. Ik zou zeggen, heel veel succes. Dank u wel.